Ik heb ook wel eens gehad dat jongens zaten van, ik ga je laten klaarkomen. Toen dacht ik, nou, rustig. Dat is best lastig. Ho, 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 wacht maar. Toen dacht ik van, nee, ik wil dat niet, dat jij dat dan nu denkt. Je kan beter gaan focussen op genieten. Ja, precies. Ja. Spuiten en slikken, de podcast. Voor je wekelijkse portie seks en drugs. Gegroet mensen! Hey. Welkom bij een nieuwe podcast. Ik zit hier met Ralf en Diva en ik ben Roos. En deze week gaan we het hebben over orgasmes. Ah! Yeah! ik ga je vertellen wat een orgasme eigenlijk precies is en hoe je er het allerbeste eentje kan krijgen. Ralf, let op. Ja, want ja, kunnen vrouwen ook orgasmes krijgen? Nou, er valt dus veel te leren. Maar eerst, er is iemand jarig vandaag. Oh, ja. Wie is dat nou? Het is Ralf! Het is Ralf! Ralf is jarig! Hey, lang zal die leven, lang zal die leven. Nee, dat gaan we niet lang doen. Zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Nee. Ralf, ik heb iets voor je. Wat is het, jongens? Er werd een doos aangereikt. Oh! Kijk. Wat is het? Het is Ralf. Voor, ja, dus voor de mensen thuis. Ik heb een. Wow, dit is echt een mooie taart, jongens. Taart met een hele knappe gast. Hebben we zelf gemaakt. Met een foto van mij erop. Ja. Omdat je het liefst naar jezelf kijkt. Ja, omdat ik mezelf toch het lekkerst vind. Oh, maar wat lief. Oké, door naar wat feitjes. Genoeg gefeest. Ja. Want voordat ik jullie uitleg wat een orgasme precies is, ben ik benieuwd. Hoe zouden jullie een orgasme omschrijven? Ralf. Wow, een orgasme is een hoogtepunt. Ja, maar oké, je omschrijft het aan iemand die dit nog nooit heeft gehad. Oké. Okay. Nou, leg uit, hoe is het? Orgasme is het moment van een hoogtepunt in spanning. Dat je opbouwt en uiteindelijk dan komt er een soort hele schok door je lichaam. En daarmee voelt het alsof er iets uit je lichaam wordt gepompt. Is het alleen lekker? Hoe voelt het? Ja, het voelt heel lekker en daarna ontspannend. Het hoeft niet altijd iets daadwerkelijk uit te komen. Okay, dit is een soort biologie. Diva, hoe zou jij het omschrijven? Oh, ik dacht dat je daarna op zoek was. Nee, het is allemaal goed. Een orgasme is dat niet het... Ik heb geen idee. Ik heb nog nooit over nagedacht hoe je dat nou eigenlijk moet omschrijven. Je hebt nog nooit een orgasme gehad. Hoe dat voelt. Euforisch. Oké, okay, nou, het is ook best lastig te omschrijven natuurlijk. Ja, doe jij dan? Een soort van, als je in een achtbaan zit en je gaat naar beneden en je krijgt dat gevoel in je buik. Een beetje dat. Ja. En een soort van alsof er ook snel, alsof je wordt doorgetrokken. Alsof er zo water naar beneden gaat en dan ontspan je. Wow, oké, okay, zo voelt denk ik mijn vrouw meer. Alsof je wordt doorgetrokken. Hele romantische omschrijving. En verder is het natuurlijk ook heel fysiek en mentaal. Dus naast het gevoel is het fysiek eigenlijk het ritmische spiertrekkingen. Dus bij biologisch vrouwen is dat rond de vagina, baarmoeder, urinebuis en anus. Hmm. En bij biologisch mannen is dat rond de zaadleiders en de prostaat. Ja. En daarna kan je gaan zweten, spiertrekkingen, het kippenvel, je kan rood worden. En er kan wat uitspuiten, maar dat hoeft inderdaad helemaal niet. Ja. En daarnaast is het ook heel erg mentaal. Dus wetenschappers van de Rutgers University in New Jersey, die hebben hersenscans gemaakt van vrouwen die orgasmes hadden. En er bleken 30 hersendelen actief te zijn tijdens een orgasme. Dus dat zijn heel veel hersendelen. En dat eigenlijk was hun conclusie ook. Zijn dat veel hersendelen? Dat zijn eigenlijk heel veel hersendelen. 30 keer meer dan normaal? Eigenlijk is het brein ook, dat wordt ook vaak zo omschreven, het allerbelangrijkste orgaan in een orgasme. Wow. Oh. Want zonder dat je brein meewerkt, kan je het ook niet helemaal ervaren. Maar wat gebeurt er dan precies in je brein? Ja, er worden allerlei hormonen. Bij vrouwen komt zelfs een knuffelhormoon aan het eind vrij, waardoor ze vaak willen knuffelen, intiem willen zijn. Mm. Dat komt bij mannen dan weer niet vrij. Maar merk je dat dan wel eens? Dat jij heel veel zin hebt om te knuffelen? En de mannen niet? Ik heb eigenlijk dat de mannen dat vaak ook wel willen, maar dat is wel zo'n beeld, toch? Dat... Nou, ik ren eigenlijk heel snel naar de wc. Oh, nee. Ja, ben je er zo in? Ja, hoezo? Anders krijg je een blaasontsteking, toch? Nee, niet, je hoeft toch niet meteen te plassen? Ja, maar anders druipt er ook al alles uit, hè? Nou en? Een vriendin van mij die vertelde een keertje dat als mannen klaarkomen, dat ze dan de eerste paar seconden een beetje verward zijn of zo. Klopt dat?
Klopt dat? Kan wel eens zo zijn. Klopt dat alle mannen van... Nee. Ze zei, als een man gelijk weer teruggaat en met je wil knuffelen, dan heeft hij gevoel voor je. Maar als hij eigenlijk zichzelf het liefst wil afzonderen, dan niet. Ja, daar is een woord voor. Wat dan? Meerdere woorden. Post-nut clarity. Maar dat hebben vrouwen denk ik ook. Wat is dat? Nou, voordat je klaarkomt, heb je echt een enorme affectie naar iemand of zo. Dus eigenlijk alles wat je wil en helemaal euforisch. En dan kom je en dan daarna kan het zo zijn dat je ineens denkt van wat ben ik? Voor een porno kijk ik eigenlijk? Ofwel, ja, porno, waar kijk ik naar? Of waar lig ik op? Of, ja? Waar lig ik op? Gadverdamme. Hè? Is okay. Het heel vies? Ja. We gaan door naar stelling 1. En dat is, als ik niet klaar kom tijdens de seks, is het slechte seks. Wat denk je, Diva? Nou... Ja, het ligt er een beetje aan. Als je seks hebt in een relatie, dan misschien wel. Maar bij een one-night stand of zo, dan denk ik echt van ja, bespaar de moeite. Oké, dus dan is het lastiger voor jou. Ja, maar dan weet je dat al van tevoren. Daar stel je jezelf op in. En stel je hebt dus met een partner seks en dan kom je niet klaar. Vind je het dan slechte seks? Nee. En jij, Rolf? Nee, ik vind het niet slecht, maar ik vind het wel... bijna een soort frustrerend als het dan uiteindelijk niet gebeurt. Bij jou of bij de ander? Bij mij. Okay. Bij mij. Ja. Betekent dat je er ook een beetje naartoe werkt als een doel? Ja, ja, ja. Ik werk er dan wel naartoe. Maar ik vind het sowieso een lastig ding hoor. Want de ene keer dan is het weer klaar binnen 15 seconden. En de andere keer dan duurt het maar. Maar over het algemeen vind ik het wel... Ik ga niet helemaal voldaan weg, zeg maar. Ja. Als ik uiteindelijk niet ben gekomen. En hoe vaak gebeurt dat? Kom je altijd klaar? Ja, bijna altijd wel. Ja. Naar mijn idee is het gewoon het doel bij seks dat de man klaarkomt en bij de vrouw gewoon af en toe. Leuk, is ook mijn leuk doel. Voor erbij. En waarom zeg je dat, Diva? Nee, geintje. Omdat ik denk dat het bij mannen gewoon sowieso makkelijker is of vanzelfsprekender dan bij vrouwen. Omdat het bij vrouwen gewoon wat moeilijker gaat. En ik heb gewoon het idee dat seks klaar is als de man is klaargekomen. En niet als de vrouw is klaargekomen. Ja, dat zie je ook wel vaak in media, toch? Of in films, dat het dan gaat om... En dan komen ze klaar en dan... Ja, en dan is de seks erbij. Nou, daar gaan we het straks ook nog meer over hebben. Ja, je hebt vast iets moois opgezocht over de orgasmakloof. Oh, Ralf kent het. Oké, klopt. Maar eerst, Drievraagt heeft onderzoek gedaan naar of hoe belangrijk mensen het vinden om klaar te komen tijdens de seks. En 88% van de vrouwen vonden het niet belangrijk of die vonden het niet erg als je niet klaar komt. Wat? Ja, echt hoog. En 61% van de mannen vond het ook niet erg om niet klaar te komen. Oh, wow. Dat is nog best veel. Dat is een meevalletje. Hoog, toch? Ja. Ja, dus misschien is het ook wel iets waarvan je zelf heel erg in je hoofd hebt van... oh, dit moet gebeuren. Terwijl je allebei wel denkt van ja, dat hoeft eigenlijk helemaal niet per se. Ja. Het hoeft niet het doel te zijn. Maar het valt in ieder geval mij heel erg mee, die cijfers. En Dief, heb je wel eens... ik vraag het nu aan jou, maar hebben jullie wel eens een orgasme gefaked? Nee, ik zou niet weten hoe ook. Nee? Nee. Doe eens. Hè? En jij, Diva? Ja. Ja? Jawel? Ja, maar dat was meer dan... Waarom moet je daarover lachen? Oh, dat is zo kut, maar dan was hij zo lang bezig en dan vond ik het zielig. En dan, dan zijn die meegekomen en zei ik ja, maar dat was helemaal niet. Dus toch om hem eigenlijk een beetje gerust te stellen en hem te pleasen. Ja, maar dan vond ik het wel chill, maar dan was ik niet per se gekomen. Maar dan zei ik gewoon van ja, van het is oké. Okay. Ja, gewoon klaar. En waarom durf je dan niet te zeggen van nee? Maar het omdat was wel ik geen chill. Zin meer had. Maar waarom durf je dat dan niet te zeggen, denk je? Ja, want dan verpest je het helemaal. Maar is dat zo? Ja, vind ik wel. Ik ga dan niet zeggen van oh, ik heb geen zin meer, wil je stoppen? Terwijl dat eigenlijk wel gewoon moet kunnen, toch? Ik kan het op zich best begrijpen, want seks gaat ook heel erg over de ander misschien fijn laten voelen, toch? En dan dat een beetje verbloemen. Als je daarmee iemands ervaring helemaal verbetert of iemand fijn kan laten voelen, dan snap ik dat wel. In plaats van dat je zegt, nee, is het niet gelukt. Klopt, ik heb het zelf ook echt wel vaak gedaan tijdens mijn eerste relatie, omdat het me toen heel lastig lukte. Maar eigenlijk is het heel gek dat je de ander aan het pleasen bent, terwijl hij jou dus niet
pleased, misschien. Ja, maar andere keren ook weer wel. Dan was het meer zo van dat ik dan even geen zin had. Terwijl dat eigenlijk gewoon prima is om aan te geven, toch? Van, ik heb mijn hoogtepunt gehad. Het was alleen geen orgasme, maar nee, ik vond dat het heel vind fijn. Nee, dat vind ik niet per se prima om aan te geven. Dan heb ik liever wat Ralf zegt, een beetje de fantasie een beetje levendig houden. Ja. Ja. Maar dan weet de ander ook nooit hoe diegene jou echt... Ja, goed behandeld, nee, toch? Nee, als je verkeerde indrukken geeft. Want dat is het gevaar van een orgasme faken. Kijk, het hangt een beetje vanaf van de manier waarop. Kijk, als het eenmalig een ding is en het zat er misschien wel in, maar je hebt eigenlijk geen zin meer. En ja, je wil iemand goed laten voelen. Ja, dan ja, dan ja, het is wel een makkelijke manier om het af te ronden. Ja, en die persoon voelt zich goed. En nou, dat is best leuk aan seks, denk ik. Maar ja, als je structureel dat doet en die persoon weet daardoor niet wat je wel niet moet doen. Nee. En je communiceert daar dan niet over. Ja, dan heb je een probleem. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, snap ik wel. Er is ook onderzoek gedaan naar hoeveel vrouwen een orgasme heeft gefaked. Wel alleen de vrouwen, maar en dan onder vrouwen van 16 tot 34 jaar. Hoeveel procent is dat, denken jullie? Oh. Ik denk 70. Oké. Als het hoog is, dan vertrouw ik niemand meer. is het 70? Ik denk 40. Het is 55%. Oh. Wel meer dan de helft. In het midden. En er staat 55% van de vrouwen faked wel eens een orgasme om hun partner niet onzeker te maken of om er maar vanaf te zijn. Ja, precies mijn redenen. Ja, dat zijn ook wel de grootste redenen. Oké, dan gaan we door naar stelling 2. Als je de ander niet laat klaarkomen, ben je een slechte bedpartner. Roos keek de hele zin lang naar mij, terwijl ze dit zei. Dat was toevallig. Nou, weet je wat het is? Soms voelt seks een beetje als een super like, toch? Als een soort... Wil je dit uitleggen? Ja, als een soort ultieme vorm van bevestiging. Ja. Dus, en dan heb ik het voornamelijk over one night stands of iemand soort van... En daar betrap ik mezelf ook wel eens op, dat ik het fijn vind om op die manier bevestigd te worden. En onderdeel van die superlike is, van die bevestiging is dus ook dat het jou lukt om iemand te bevredigen. Dus dat je daar dus eigenlijk ook heel erg mee bezig bent, omdat je jezelf dan toch wel sick voelt of zo, toch? Van je laat een vrouw klaarkomen en het is je gelukt. En je bent er vet goed in. En op het moment dat dat dus niet lukt, dan voel ik me dus ook minder geliked, minder bevestiging. Ja. Toch wel. En het is nou helemaal niet altijd even makkelijk. Wat ik nu hoor, is dat jij het leuk vindt om een vrouw te laten klaarkomen, omdat je dan een goed gevoel krijgt over jezelf, maar niet per se om haar een goed gevoel te geven. Het is een hele kleine gedachte. Het is echt... Is niet erger, maar ja, ik snap. Maar is dat dan meer op one night stands gericht? En zeker niet altijd, maar ik betrap me er soms wel eens op. Dat ik op die manier naar seks kijk. En dat is echt een hele, hele foute manier. En juist ik. Om dus de ander tevreden te houden of maken, toch? Dat wil jij de ander ook bezorgen. En dus met deze stelling, dan denk ik dus van ja, het is dus wel een beetje mislukt als het niet lukt. Want daar doe je het uiteindelijk voor. Ik denk dat je niet per se zo erg hoeft te focussen op dat het meisje komt. Want sommige meisjes komen gewoon veel moeilijker dan de ander. En dan moet je het niet bij jezelf gaan leggen. Dan verpest je het ook voor jezelf. Er zijn ook heel veel andere manieren waardoor je het seks leuk kan maken. Dank je wel. Het is echt zo. Ik had het ook een keer met een jongen. Die voelde zich dan helemaal kut of teleurgesteld na de seks. Toen dacht ik, hallo, we hebben net seks gehad. En het was fucking chill. Dus waarom... Ja. Waarom doe je nou zo alleen als ik niet ben klaargekomen? Ik bedoel, we hebben nog zoveel. Je kan ook ergens naartoe bouwen of zo, toch? Nee, dat is waar. Je kan je gewoon soms een beetje als een kleine loser voelen. Ja, maar dat is niet nodig. Nee. En dan verpest je de sfeer. Het is ook juist op een eerste date of een one night stand nog lastiger om klaar te komen, omdat je dan natuurlijk heel veel stress hebt. Dit is spannend. Alleen dat al kan zo erg in de weg zitten. Ja. Ze hebben ook onderzoek gedaan naar hoeveel procent van de vrouwen klaarkomt gemiddeld gezien op een one night stand. En dat is maar 10%. 10%? Dat kan natuurlijk ook aan dingen liggen dat ze niet goed best wordt gedaan. Maar over het algemeen is dat ook gewoon de allerlastigste keer. Je kent elkaar nog helemaal niet. Je bent misschien super zenuwachtig. Ja. Ja. En dan kan het ook vervelend zijn als
ja, daar te veel focus op ligt. En ik heb ook wel eens gehad dat jongens zaten van... ik ga je laten klaarkomen. Toen dacht ik, nou, rustig. Dat is best lastig. Ho, 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 wacht maar. Toen dacht ik van, nee, ik wil dat niet, dat jij dat dan nu denkt. Je kan beter gaan focussen op genieten. Ja, precies. Maar dat is makkelijk gezegd. Maar ja. En hoe komen jullie zelf eigenlijk het beste klaar? Ja, op mijn rug. Met een hele vieze film. op mijn telefoon. Ja, en, eigenlijk dus alleen. Nee, ik denk ofwel met mijn vriendin, zeg maar. Mm-hmm. Daar voel je dan zo comfortabel mee. Vriendin? Dat, ja, toenmalige vriendin. Ralf's denkbeeldige vriendin. Mijn denkbeeldige vriendin. Ik en mijn denkbeeldige vriendin. daarmee gaat het altijd goed. Of zelf. Maar het lijkt me dat... het voor veel mensen het makkelijkst is als je het zelf doet. Maar dat is toch wel interessant, want waar komt dat dan eigenlijk door? Ik denk dat dat komt omdat je je volledig focust op je eigen genot. Ja. En dat ook het best kan doen. En zodra je dus met iemand anders bent, door wie het voelt alsof je op een bepaalde manier moet zijn of doen, ja, dan gaat het ten koste van je eigen plezier. En dan lukt het minder goed. Dan ga je toch in je hoofd zitten. Of dat heb ik, hè. Dan ga ik toch meer in mijn hoofd zitten. Ja, en dan krijg je meer stress, druk. Krijg je stress, gedachten, druk, afleiding. Moet nu fucking goed gaan. Ja. En dan gaat het gewoon een stuk moeilijker. Ja, want als je met je denkbeeldige vriendin bent, dan heb je al die gedachten al niet meer. Nee, dan voel ik me gewoon een stuk comfortabeler. Ja. Ja, precies. Ja. En zijn er bepaalde dingen die bij jullie helpen? Wat bij mij bijvoorbeeld helpt is... als er een seksspeeltje bij wordt gebruikt onder penetratie, zodat ik op twee manieren wordt gestimuleerd. Oh. Of dat ik kan best in mijn hoofd zitten, bijvoorbeeld, oh, de deur zit niet op slot. En dan ga ik helemaal denken van, wat nou als er nu iemand binnenkomt dat lopen? Dat heb ik zo vaak. Ja? Ik heb het daardoor één keer verpest bij een jongen. Toen dacht ik dat zijn huisgenoot binnenkwam. En toen zei ik die naam van de huisgenoot. En toen dacht hij dat ik zijn naam riep tijdens seks. Maar ik dacht gewoon, hij komt binnen. Maar hij dacht dat ik aan hem dacht. Wow. Je riep heel hard de naam van zijn huisgenoot. Ja. Nou ja, dat soort dingen. Bij mij helpt het dan wel als je dat van tevoren allemaal pas dicht doet. Of toch opstaat. Van, aan je huisgenoten denken. Ja. Dat helpt. Ja. Hebben jullie dat soort dingetjes? Ik heb er eigenlijk nooit echt bij stilgestaan. Ik heb niet echt moeite met klaarkomen zelf. Dus... gewoon als ik me zoveel mogelijk op mijn gemak voel, denk ik. Dus als het met een vertrouwd persoon is, dan kan ik er van op aan dat het goed gaat. Of te snel klaarkomen, dat kan ook. Wow, het ene moment is het zo klaar. En het andere moment duurt het wat langer. Ja. Maar dan baal je ook, hoor. Maar waar ligt dat aan dan? Geen idee. Als er sterren op een bepaalde manier staan... Of als is het zo, voelt het zo willekeurig? Het is heel willekeurig. Ja, of er zit dan een bepaalde... opbouw aan vooraf of zo, dat je eigenlijk al heel lang aan het seksen bent in je hoofd met iemand. Met je denkbeeldige vriendin. Met mijn denkbeeldige vriendin. En als je dan daadwerkelijk seks gaat hebben, dan is het klaar binnen een paar seconden. Omdat er dan zoveel spanning... Ik denk het. Oh, en dan zie je, dan baal je. Oh. Waarom vind je dat zo erg? Nou, omdat je elkaar dan aan het geilen bent voor lang. En dan is het gewoon klaar binnen, een paar seconden. Maar is het dan ook klaar als jij klaar bent gekomen? Nou, ja, dat klinkt egoïstisch, maar ik heb ook echt minder... Als ik ben klaargekomen, ben ik kapot. Ja, dat snap ik. Ja, dan ben ik helemaal kapot. Dus eigenlijk moet jij, mocht je niet tegelijk klaarkomen of een hoogtepunt hebben... moet je eerst de vrouw wat geven. Ja, 100%, want anders kan je me opvegen. Ah, oké. Ja, dus dat is meestal wel het idee. Toch, of hebben jullie dat niet? Hebben jullie dan jongens die dan daarna nog doorgaan? Ja, zeker. Vind ik heel knap. Echt? Oh nee, dat verschilt heel erg per persoon, denk ik. Ja. En soms zeggen mensen ook wel eens, je moet verder gaan. En dan denk ik van, ja, als je het zelf echt niet kan en niet voelt, voelt het ook niet Je moet het goed. Gewoon plannen. Je moet gewoon als laatste komen. Ik heb nog wel wat tips voor als mensen lastig klaar kunnen komen. Of, sowieso alcohol en drugs helpen niet mee. Ja, zie je. Dat is ook altijd een ding. Ja, heb je dat vaak? Als ik dronken ben... krijg ik hem of niet omhoog, of het duurt 3 uur. Ja. Oh. Ja. Dan echt te lang. Wow, vind je dat niet chill? Ander. Nee, dat is helemaal kut. Oh. Ja. Dus eigenlijk moet je dan zorgen dat hoogtepunt niet een orgasme is als het zo lang duurt. Zo? Dan moet je gewoon een keer stoppen.
Ja, ja, maar dan word ik heel gefrustreerd. Ja, nou goed, dus alcohol en drugs helpen niet mee. Daarnaast spanning en stress. Ja, dat zijn gewoon de grootste boosdoeners. Ja. Dat is soms lastig weg te halen. Maar over het algemeen, als je rustig opbouwt, misschien eerst masseren, dingen uit je hoofd halen, de deur dicht doen, dat kan allemaal meehelpen. En het helpt ook heel erg mee om dat doel van ik moet een orgasme hebben weg te halen. Want hoe meer je dat zo instelt, ja, dat kan heel erg tegenwerken. Dan denk je juist dat moet lukken en dan lukt het juist niet meer. Dat is ook lastig, want overal in films en series, in alle media, dat wordt, en ook in porno wordt heel erg gedaan alsof dat het einddoel is en dat het daarna klaar is. Terwijl dat hoeft helemaal niet. Nee. Je kan zelf bepalen wat jouw hoogtepunt was. En te snel? Heb je daar ook tips voor? Ja, dat is hetzelfde met stress en dingen. Maar ook heb ik gehoord van een seksuoloog dat een... hoe heet zo'n ding? Een ring? Penisring? Kokring? Een trouwring? Nee. Oh. Een kokring om je ballen helpt met een orgasme uitstellen. En Ralf, ik heb een vraag. Heb jij bijvoorbeeld een soort plaatje dat je in je hoofd haalt om uit te stellen dat je klaar komt? Oh, ja, ja, dat werkt nu bij mij. Ga ik heel erg aan familieleden denken. En dan ja, het werkt gewoon niet. En dan wil je gewoon sowieso niet meer. Dan denk ik, ja, oh. dan kom ik ineens heel snel. Ja. Nee, ik weet niet. Dan niks kan me afleiden van dat moment. Ja, of een condoom omdoen. Dat kan ook het gevoel verminderen. Hele dikke condoom. Of gewoon stoppen met de positie waarin je zit. Ja, botamzakje. Dat is juist de uitdaging. Ja. Ja, maar dan moet je hem om de 10 seconden eruit halen. Ja, als het zo snel gaat. Of je kan ook bijvoorbeeld aftrekken voordat je seks hebt. Zodat misschien de druk wat van de ketel af is. Ja, sommige jongens die je kent, die gaan aftrekken voordat ze uitgaan. Ja? Oh, ja. Wow. Zodat het niet zo voelt als ik moet of ik ben zo geil. Ja, oh, maar kijk, die doen alsof we niet allemaal vieze mannetjes zijn die gewoon 3 keer achter elkaar klaar kunnen komen van alles. Nou ja, het dus haalt toch wel wat druk van de ketel. Ja. Kan ik me voorstellen. Ik snap het ook wel. Het zo? Ja, misschien werkt het zo. Ja, ja, en verder communiceren natuurlijk. Je hebt het nog over orgasmes kunnen bereiken. Dus ken jezelf en breng dat over naar je partner. Want... heel vaak weten mensen ook niet zo goed wat ze zelf lekker vinden. Ja, hoe kan een ander het dan doen? Dus ga ook met jezelf op ontdekkingsreis. En praat er een keer over als je het niet in the heat of the moment. Want soms zit er dan al zoveel druk op en dan komen dingen wat harder aan. Het kan ook heel erg helpen, vooral in een relatie, als je daar gewoon over begint. Als je gewoon een keer overdag aan het wandelen bent. I don't know. Ja. Wow, had jij dat niet tegen mij gezegd? Vond ik echt een hele goede tip. Dat als... over het communiceren, over wat je lekker vindt, over hoe je dat moet doen. Dat je 4 dingen kan zeggen. Namelijk sneller, langzamer, harder of zachter. Nee, dat was ik niet. Nee? Nee. Nou, dat vind ik eigenlijk best een goede tip. Want daardoor hoef je niet helemaal zo precies uit te leggen wat iemand moet doen. Mm. En als iemand bezig is, dan zeg je gewoon dat. En dan weet je precies wat je moet doen. Oh ja. Of je kan, als je iets niet wil zeggen, kan je een hand verplaatsen in plaats van het zeggen. Dat je een beetje zo subtiel het iets naar links doet of iets naar rechts. Ja. Nou goed, dat kan allemaal helpen. Maar onthoud dus dat een orgasme, daar hebben we het nu over. Maar dat hoeft helemaal niet je einddoel te zijn. Voor heel veel mensen is dat moeilijk te bereiken. Eigenlijk is dat mijn volgende stelling. Nee, wacht. Ik wil nog wat vragen. Wat dan? Jij gaf zelf als tip, jouw persoonlijke tip, was seksspeeltjes erbij gebruiken. Ja. Wat voor seksspeeltjes gebruik jij dan? Ik gebruik een vibrator. En die ziet er zo uit als een microfoon, maar dan een stuk kleiner, zodat je hem goed kan vasthouden. Okay. En die kan je dan ook goed gebruiken onder penetratie, zodat het tegelijk kan. Ah, oké. Okay. Ja, 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 ja. En als je dan van 2, dat werkt voor mij hetzelfde het beste. En ik zou ook zeggen, het is helemaal niet raar als je er een seksspeeltje bij haalt. Als iemand zich daardoor beledigd voelt, dat ligt echt bij die ander. Dat kan gewoon een toevoeging zijn. En als je dat gewoon rustig uitlegt, dat kan gewoon heel erg helpen. Leuk. Leuk, Diva, huiswerk voor jou. Ja, huiswerk. Toch? Ja, maar wie moet ik neuken dan? Ja. Heb je al eens een seksspeeltje gebruikt, Diva? Nee, nog nooit. Heb je jezelf wel eens gevingerd? Ja, wel eens. Dat is ook al lang geleden. Ik weet niet meer hoe het voelt. Huiswerk, allemaal huiswerk. Soms zit er een tampon in, denk ik, is alweer genoeg. Wat zouden jullie ervan vinden als je een one cent hebt en je slaapt bij iemand en die jongen die trekt ineens een seksspeeltje van onder zijn bed vandaan. Zegt, nou, gaan we even doen. Toch? Wat zou je dan doen, Roos? Ja, dat is... Nee, ik weet niet of ik dat zo hygiënisch vind. Nee, maar hij heeft hem echt schoongemaakt. Ja, nee, doei. Echt niet. Koop maar een nieuwe voor mij. Ja, ik zou een nieuwe doen. Zou je hem uit de verpakking moeten halen? Ja. Ja. Dan zou je het goed vinden. Ja, ja, okay. Dan zou ik het leuk vinden zelfs. Niet een tweedehands seksspeeltje.
Ik zag die op de eilanden. Ik was op de eilanden in de rommelmarkt. Het... Daar lag een doos met seksspeeltjes. Heel leuk, ja. Alles ja, gekocht super. Zeker. Ja. Oké, we gaan door naar stelling 3. Vrouwen komen moeilijker klaar dan mannen. Ja. Ja? Is het in de praktijk of in theorie? Want ik denk in theorie is het denk ik hetzelfde. Oh, zo, oké. Okay. Maar ik denk in praktijk, ja, vrouwen komen minder snel klaar, ja, waardoor het moeilijker is. Ik heb het nu over praktijk. Ja, in de praktijk. Nou ja, al denk ik dat vrouwen, andere vrouwen misschien wel veel sneller klaar laten komen dan mannen, vrouwen. Omdat vrouwen gewoon veel beter weten wat ze aan het doen zijn. Interessant. Nou, ja. Er is onderzoek naar gedaan. Naar hoeveel mensen een orgasme krijgen. En dan puur als we kijken naar piemel in vagina seks. Dus alleen penetratie. Piemel in kutje seks. Ja, ja, alleen penetratie. Dus niet iets met vingers of een tong. Hoeveel procent is dat, denken jullie, bij de mannen en de vrouwen? Nou, ik denk vrouwen wel laag. Ik denk ook heel laag. Ik denk misschien, pak een beet, 10%. Pak jij hem even beet. Ja. Pak ik een zeg, beet, 10%. Ik pak een beet, 5%. Zo. Ja. Ja, grap. Hoeveel vrouwen door penetratie kan dat überhaupt? Ja. Nou, ik wilde jullie helemaal de les gaan leren, maar ja. Jullie weten dit gelukkig al wel goed. Uit dit onderzoek blijkt 90% van de mannen en 30% van de vrouwen die een orgasme krijgen door penetratie. Wel nog 30. Zo, ja. Dat is best veel. Hoe doen ze dat dan? Ik zou het niet weten. Maar ja, het is dus in ieder geval wel echt een stuk minder van de vrouwen. Ja. En dat noemen we de orgasmekloof. En als we nou de vingers of de tong erbij betrekken, hoeveel procent is het dan, denken jullie? Het is niet meer alleen penetratie. Kun je penetreren dan, en tong tegelijk? Maar wel als we kijken naar heteroseks. Maar hoeveel vrouwen ooit zijn klaargekomen of klaar kunnen komen of met dat? Ja, dus gemiddeld hoeveel procent van de mannen tegenover vrouwen komen klaar bij heteroseks? Met vingers, komen tong, regelmatig alles. Daarmee klaar. Ja, dan denk ik vrouwen 60% of zo, 70%. En mannen 99,9999. Ja, eens. Oké, het is 95% van de mannen en 66% van de vrouwen. Ja, wow. Dus voor de mannen komt er 5% bij en voor de vrouwen komt er meer dan de helft bij. Dus? Grote les, gebruik je... vinger, meer dan je piemel in ieder geval. Ja. Als luisteraar denk je misschien, hè? Maar een vulva, dat is dan toch heel lastig te bevredigen. Maar er is dus iets heel interessants aan de hand. Want als we kijken naar het onderzoek tussen lesbische seks, dan komen we uit op een orgasmepercentage van 86%. Kijk. Yay, ja. Go lesbians. Maar wat doen die vrouwen dan zo goed? Ja, nou, wat denken jullie? Waardoor komt dat dan? Dat dit nou zoveel hoger ligt? Ja, die weten gewoon wat lekker is. Communiceren misschien. Ja, helpt allemaal. Het is eigenlijk voornamelijk omdat ze beter weten hoe het werkt. Maar ook omdat de focus veel minder op penetratie ligt. Ja. Dus omdat dat helemaal buitenspel ligt, of bijna helemaal buitenspel, heb je gewoon focus je zoveel meer tijd op de dingen waar het gevoel wel ligt. Want, als je het nog niet door hebt, wil ik graag overbrengen dat de meeste vrouwen dus gewoon echt niet klaarkomen van penetratie. De gevoelens liggen gewoon bij de clitoris. Dus tenzij waar zit die eigenlijk? Ja, eigenlijk in de clitoris. Ja, waar zit de clitoris? Oh, waar zit die? Ja. Nou, dat is ook interessant, want je ziet de clitoris van buiten. Maar dat is eigenlijk alleen het knopje van de clitoris. Er zit een veel groter gedeelte. Je moet maar een keer googlen. Er zitten een soort van twee hele sprieten aan. Eeuw, dat klinkt heel vies. Er zitten gewoon twee... Het loopt veel verder door. Ja, en dat loopt eigenlijk om je vaginawand heen. Ja. En net zoals bij mannen moeten die opgezwollen worden voordat je seks hebt. Dus mannen worden hard voordat je gaat penetreren. En ook bij een vrouw, als je opgewonden raakt, raken die... Ja, onderdelen van de clitoris opgezwollen, waardoor dat dichter bij de vaginawand ligt, waardoor penetratie dus lekkerder voelt, minder pijn doet, minder beschadend is. Oh, interessant. Het knopje is het puntje van de ijsberg. Ja. Toch? En terwijl dat toch vaak wordt vergeten. Ik heb hier zelf ook wel echt ervaring mee dat je zelf niet doorhebt en je bedpartner niet doorheeft dat de focus niet op penetratie moet liggen. Dus eigenlijk mijn eerste vriendje en ik, die wisten dat allebei niet. Dus ik kan het hem ook niet kwalijk nemen, maar wij hadden alleen maar penetratieseks. En het lukte mij niet. En ik dacht echt, hè, ligt het nou aan mij? Ik dacht echt dat ik kapot was. Ik had het nog gegoogeld, maar toen was er nog veel minder informatie over. Vriendinnen snapten het niet, je leerde het niet op school. Ja. En ja, wij, ja, hij
befte mij niet, hij vingerde mij niet. En dat had ik eigenlijk, ik heb ook wel echt pech gehad, maar met mijn volgende vriendjes ook. Ik denk de langste keer dat ik toen was gevingerd of gebeft was echt 1 minuut. En toen vonden ze het vermoeiend of niet leuk. Of... Maar ja, het is ook gewoon lastig te overtuigen dat je dat graag wil en nodig hebt. Als je in elk pornofilmpje of in video's, ja, op school, overal gaat het om die penetratie. Terwijl dat is niet hoe vrouwen klaarkomen. Ja, precies. Dus dat was super frustrerend. En pas jaren later kwam ik erachter van, wow, het lag niet aan mij. En toen ging ik dat meenemen naar, ja, als ik een one night stand had of een nieuw vriendje, ging ik dat uitleggen. Ja, toen geloofden ze me niet. Dus zeiden van, ja hoor, heb ik nog nooit gehoord. Of ja, ik kan dat wel hoor, want al mijn exen kwamen wel klaar. Of weet ik veel, dat soort dingen. Ja. Dat, dus nou, ik wil dat gewoon even de wereld hadden zij niet vanuit zichzelf dat ze dachten, oh, ze komt niet klaar. Ik ga zelf wat meer onderzoek doen. Dat is gewoon boeit niet. Als ik helaas niet. Oh. Nee. En ik denk ook omdat ze dan er niet genoeg van overtuigd waren dat het aan hun en mij kon liggen. Dus zij dachten gewoon van, ja, ik doe het gewoon goed. Penetratie. Am I the problem? Hard beuken. Ja, precies. Heel hard beuken. Ja, dat denken ze gewoon. Ja. Dus hopelijk denken nu minder mensen dat. Ja. Comment van de week. We gaan door naar de comment van de week. Yes. Oeh. Pew, pew, pew. Nou, het eerste item van Diva staat online. Waarin Diva naar de stripclub gaat. Ja, Diva's Fantasy. Mijn eerste serie. Ik had echt heel veel leuke reacties. Ja, ik heb ook eigenlijk ik heb wel een lieve comment. Namelijk, Diva, met de dag vind ik je toffer. Lekker bezig, meis. Leuk begin van een nieuwe serie. Ben benieuwd wat er gaat komen. Ja, zij heeft op heel veel video's al gecomment. En ik zie dat ze het heel vaak opneemt voor mij als mensen haten op mijn stem. Dus. Ja, dat zijn eigenlijk de negatieve comments die er zijn. Dat is mijn nep-account. Dat is Ralf en zijn aanhang. Maar het werd echt super goed ontvangen. Dus dat echt blij. Heel leuk. En ik wil jullie ook nog bedanken voor alle lieve DM's en berichtjes naar aanleiding van de podcast over fetishen en kinks. Oh ja. Heel leuk om te lezen en gewoon leuk dat we er open over kunnen zijn. Ja. Jij wil gewoon meer berichtjes uitlokken op deze manier, hè? Ja. Nee, maar die engagement is echt leuk. Echt gezellig. Ik vind dat echt heel leuk. Ik kreeg ook van iemand tips voor kontfoto's maken, omdat ik het had over... Oh ja. Je had helemaal filmpjes opgenomen. Echt superleuk. Dus als jullie ook... Heb je het al uitgeprobeerd? Nee. Oké. Okay. Maar ik ga dat wel echt doen. Misschien voor je verjaardag krijg je er eentje. Ik dacht van iedereen hier, toch? Ja. Mocht je zelf ook een comment achter willen laten, dat kan op ons Instagram kanaal of TikTok of Facebook. Dit was hem alweer voor deze week. Yay. Vergeet ons niet te volgen op de socials, op Instagram, TikTok. En laat ons weten in de reacties wat je wil zien binnen de podcast. Welke onderwerpen we moeten bespreken. Wat je wil zien. Wat je wil zien. Oh, of horen. Hey, en wat is jullie klaarkomhoofd? Spuiten en slikken, de podcast voor je wekelijkse portie seks en drugs. Als je je dickpic aan een wildvreemde durft te sturen, laat hem dan ook maar eens aan je beste vriend zien. Met die opdracht nodigden wij mannen in onze studio uit voor een open en eerlijk gesprek over seksualiteit. Ze moesten alleen wel even met de piemel bloot. Het voelt wel gek dat ik zo geconcentreerd naar jouw piemel zit te kijken. Oeh, sorry, maar jouw tattoos complimenteren jouw lichaam verder echt fantastisch. Dank je. Weet je, Mike, weet je zeker dat je wit bent? Want dit is... Ja, hij is lang. Mike is lang. Maar dit... Onder de douche of zo met hockey heb je altijd wel gewoon een beetje gekeken naar andere piemels en zo. En dan heb je gewoon een beetje een idee van, oh, hij heeft dit, hij heeft dat. Niet dat ik daar elke training volledig op gefocust ben natuurlijk. En was je eerste keer dan? Het viel tegen dus, als ik het zo hoor. De eerste keer was het drama, man. Ja, dat is echt, ik kreeg mijn voorruitje niet eens over Mike. Je hoort het in de podcast Piemelpraat. Abonneer je nu in je favoriete podcast-app.